We zijn hier in het bedrijfsverzamelgebouw Drees. En Drees is een nieuw concept in Almelo. Jazeker. Bij Drees verhuren we kantoorruimtes, verhuren werkplekken en we verhuren grote vloeren. Maar we maken ons met name druk om hoe maken we het hier gezellig, hoe maken we het hier aantrekkelijk. Hoe ga je een pand van 4000 vierkante meter in het centrum van Almelo in deze tijd aantrekkelijk maken voor jonge bedrijven, voor grote bedrijven, voor ondernemers, voor ZZP'ers. Hoe krijgen we die hier? Drees die bouwt als het ware kantoorruimtes om een sociaal hart heen. En het sociaal hart is juist en is een ruimte waar we nu zijn. En de zaal is zeg maar ruimtes verdeeld in meerdere onderdelen. En die juist meer een plek, als je naar Drees toe gaat, als je daar iets huurt, dat je juist elkaar kan ontmoeten. Dus we hebben een deel vergaderen, we hebben een deel horeca. Elke dag liggen er verse broodjes in de koelkast. En nou, dan zouden we ons wel druk bezig dat echt naar Drees een plek wordt waar je met meer plezier naartoe gaat. En dat is echt belangrijk. Dat doen we met evenementen, organiseren wij. En we willen juist dat een beetje speelt. Dat je echt met meer plezier naar je werk in gaat. En dat je Pim zegt het heel mooi, dat je komt en niet alleen te hoeven werken, zeg maar. Over een paar weken komt hier ook een sportgroep binnen. We hebben hier zelfs een kapper. We zijn ook bezig met iemand die gaat misschien massages geven hier. Dus eigenlijk zijn we druk bezig om een hele gaaf plekje te maken. Ja. Waar het gewoon een stukje leefgemeenschap wordt. Zeker, ja. Dat noemen ze community en daar ben ik een beetje verantwoordelijk voor. En dat doen we hier in Almelo. We hebben ook een trassie voor laten bouwen. En waar ze ook zeg maar, lekker een kopje koffie kunnen drinken natuurlijk. En ook kunnen werken zelfs, ja. Ja, dus de 9-tot-5 mentaliteit, die hebben jullie een beetje overboord gegooid. Ja, dat zeg je heel goed. Ja, vroeger was het natuurlijk dat mensen van 9-tot-5 gingen naar een kantoor toe. Maar dat is juist, het is helemaal omgeslagen. Je moet een plek zijn waar je niet alleen hoeft te werken, maar ook andere dingen kunt doen. Gewoon ook een beetje kunt recreëren. Dus. Zeker, ja. En Pim die is vanochtend met een wielrennersfiets naar kantoor gekomen. En waar ik eigenlijk nu op doe, is eigenlijk dat je, als je van 9-tot-5 op kantoor zit, heb je bijna geen tijd meer om te sporten bijvoorbeeld. Of als je naar de kapper wil, dan is het heel vaak dat je op zaterdag naar de kapper moet. En toen dacht ik, nou, dat vinden we een heel goed idee om dat hier in Almelo toe te voegen. Ja. Jullie hebben nog een aantal kantoorruimtes beschikbaar. We hebben een aantal kantoorruimtes nog beschikbaar inderdaad. We hebben nog twee grote vloeren beschikbaar. Dat zijn vloeren van 450 vierkante meter. De kantoorruimtes variëren van 19 vierkante meter tot aan 150 vierkante meter. We hebben zelfs nog een aantal werkplekken beschikbaar. Ja. Dus het is hier in hartje Almelo goed toeven. Ja, zeker. Zeker. Hartstikke leuk. Ja. Dit is een belhuis. Skep die houdt zich gewoon allemaal bezig met het product. Hier kun je voornamelijk in bellen. Hiernaast hebben wij ook een vergaderplek gemaakt. En je hebt toch al vaak, als je aan het vergaderen bent, dat één iemand wordt gebeld. Hebben die hier neergezet. Dat is ook ideaal voor iemand die toch nog even snel een belletje kan plegen natuurlijk. Van binnen is helemaal akoestisch materiaal. Mogen we dat even zien? Ja, toe. Binnen hebben we akoestisch materiaal. We hebben ook een stoel erin geplaatst dat je ook zelf nog kunt werken in een mailbox. Ja. En wordt er veel gebruik van gemaakt? Ja, dat zie ik wel. Dus ook als ik hier langs loop, dan is er zeker weer iemand die staat te bellen. Ja, zeker. Ja. We zijn hier in een Idea Lounge. Wat houdt dat in? Nou, dit is een ruimte die heb ik morgen ingericht samen met Christian, een collega van mij. En we juist bedacht dat wat we heel vaak zien, is dat heel veel ondernemers hier in het pand toch snel ideeën hebben en snel moeten uitwerken. Dus we hebben hier een ruimte gemaakt en achter zie je een whiteboard waar je dus je ideeën kunt opschrijven. Ja, en zijn er al bijzondere ideeën ontstaan hier? Nou, hetgeen dat we aanbieden, flexible floors, hebben wij hier bedacht. En dat is dus, zeg maar een volledige kantoorvloer die je kunt huren. Vanaf een bepaald aantal hoeveel vierkante meters. Dus dat is wel een erg leuk idee, ja.